Ham, Altera Biesbosch ronde, de wind waar je al weken op zit te wachten. Ja, het is wel inderdaad heel extreem nu. Echt, ze geven windkracht 6, 7, misschien wel 8 aan. Cor de Geel ook nog. In de ploegleidingsvergadering is ook afgesproken, werd ons medegedeeld wanneer het echt heel extreem zou zijn. En er zou nog misschien maar 20, 30 man overblijven. Dat ze dan met een uur met een 40 kilometer in gaan korten. Dat betekent dus geen plaatselijke ronde, dan direct finish. Uiteraard ook tegen de jongens gezegd, dus dat daar goed op voorbereid zijn. En dat wordt er dan ook medegedeeld. En ja, laten we hopen op een zeer spectaculaire koers, waarin hopelijk iedereen wel op de fiets blijft zitten. Vorig jaar was je derde, dat jaar daarvoor tweede. Het loont naar meer, hè. Kijk, we moeten niet vergeten, we hebben natuurlijk al twee prachtige mooie klassiekers gewonnen. Kijk, als je de Ster wint en de Ronde van Groningen, dan doe je gewoon echt mee. Twee hele mooie koersen. Maar ja, men wil altijd meer. En Jeff heeft er twee gewonnen. Ik zou uiteraard ook Jeff gunnen, maar ja, ik zou het ook een ander gunnen van onze ploeg. Maar ja, ze moeten er wel eerst bij zitten en ze moeten er zelf voor werken. Zo simpel is het. Ja, en komt er niemand weg, dan hebben we gewoon een zeer gevaarlijk wapen achter de hand. Dat is een Jeff Vermeulen voor de eindsprint. Maar we hebben in ieder geval 6 zeer gemotiveerde coureurs aan de start en dat doet me deugd. Rens, we zijn hier vlak voor de start. Wat wordt het vandaag? Ja, het wordt gelijk op de kant, denk ik. En uit elkaar, dus ja. Mooie koers. Hier hebben we een derde groep in de wedstrijd en dan wordt het al heel snel een vierde groep. En daar in het achterveld zien we zelfs nog een vijfde groep in de wedstrijd met de volgauto's. Dus 15 kilometer gereden en de wedstrijd ligt al behoorlijk uit elkaar.
45 seconden. We hebben nog 10 seconden. Gaat goed, gaat te goed. Want de overwinning hier in Bergendam is voor Rijnders. Elmar Rijnders pakt de overwinning op de maat van 2. Dan gaan we kijken naar de High Groene die meegaat naar het podium met een keurige derde plaats hier in Bergendam. Dan Brusselman, dan Bakker. Vorig jaar 3, het jaar ervoor 2 en nu 1. Nu 1, ja, het was een prachtige koers. Veel wind en lekker de hele dag op de kant draaien, dus dat was mooi. Je was al vroeg in de aanval samen met Jeff en met volgens mij Rens. Ja. Ja, je weet dat als het op de kant gaat dat voor iedereen kracht kost. Dus je kunt maar beter zitten zorgen dat je ervoor zit. Rens, ga je naar de koers? Ja, naar de kloten. Het was een waaienkoers, hè? Ja, het was echt een waaienkoers. Maar het was ook veel wind tegen. Dus alles kwam weer terug. En ja, op de laatste rijden we dan weg. En, hij kan het op laatst niet meer volgen omdat het gedemareerd wordt. Maar super mooi dat Elma het af kan maken. En ja, het zwam ook heel netjes. Dus maakt een hoop goed. Gefeliciteerd. Ja. Een applaus alsjeblieft hier in Bergendam voor Aik Groen, Rick Ottema en Elmar Rijnders. Een mooi podium. Han, straffe koers vandaag. Ja, het was een prachtige wedstrijd. Echt, ik heb genoten in de koers. Vooral het nieuwe stuk helemaal door de. Ja, boven door de polder wat ze aangelegd hebben. Schitterend. We hebben alleen een beetje de pech. Ja, we zijn als ploeg echt behoorlijk sterk. En ja, we zaten wel steeds met 3-4 man erbij. Een paar valpartijen gehad. Joey Varé helaas gevallen. Een Rens gevallen. Kwam wel weer terug. Joey dan verder niet. Ja, in de wedstrijd. Het was een beetje jammer dat met name in die polder dat de wind ongunstig stond. En je zag elkaar continu in zicht. Dus de gaten werden steeds dichtgereden. Nou, uiteindelijk dan toch een koproep met 2 man erbij, met Twan Brusselman en dan met Elmar. En dan moet een spelletje moet daar gespeeld worden. Dat wil nog niet zeggen dat je dan wint. Je bent de enige toch weer met 2 man. Maar goed, ze hebben het spelletje gelukkig dit keer goed gespeeld met z'n tweeën. En ja, Elmar denk ik verdiende winnaar. Reed hard, reed straf. En datzelfde geldt trouwens ook voor Twan. Voor mij mochten ze allebei winnen. Maar ja, er heeft in ieder geval iemand van ons gewonnen. En dat was klasse.